moesten maken dat geen bier vermorzelen. We hebben het af. Anders staan ze wel gewoon. Dat zijn die hier opgesloten zaten en niet in de korf zelf zaten, die er niet uit kunnen. Je ziet dat ze niet echt geïnteresseerd zijn om mee te komen prijken. Er ligt er een dode bij. Ja, dat kan er wel. Één of twee of drie, er kunnen er zelfs tien zijn ook die in dood gegaan zijn door een tussenkomst. Ik zou niet dat alle beentjes erin zijn. Wat zonder doek proberen. Moet er te veel plooien in zitten. Ik ga die kast een keer opheffen, die doek gaat naar beneden glijden. En ondertussen kan ik hem een keer draaien en je ziet wat er hierin zit. Het is een kleiner volkje, denk ik. Ja, dat kan. Ik zie nog niet de koning erin. Maar ze zijn koning verspreid. Ik ga nu op de grond jokken en al die bienen uit elkaar vallen. En dan probeer ik ze hier op die planken uit te plaatsen. De garm. Nu zijn ze hier al varen leeg. Is de koningin genummerd? Dat weet ik niet. Ik heb ze niet gezien toen ik de zwerm gaan halen ben. Omdat die gemakkelijk in een tak hing, heb ik er dat gewoon kunnen onderhangen en ze er rechtstreeks in doen. Mooi. Ja, ik heb er al in. Nu zie je ze redelijk stabiel nog van onder, maar normaal gezien ga je straks een echte flow zien dat ze tot in de kast kruipen. Zie, dat begint hier al. Als ze naar omhoog gaan kruiden zijn, dat is een natuurlijke drang om naar omhoog te kruiden. We zoeken hier op zoek gaan naar wanneer komt de koningin naar binnen. Maar je ziet door het aantal bijen dat wel moeilijk voor er eentje uit te vinden die juist iets langer is. Had die een helling vorige keer die genummerd was, zien we aan het kleuren woud dat ze is. Ieder jaar. Voor vijf kleuren en ieder kleur in een jaartal, omdat een koningin maar 4 tot 5 jaar wordt normaal. En ik wijs dat er een in mijn broekspijpen zit.